Maar we beginnen deze uitzending met het nieuws van de mogelijke terugkeer van Vandaag Insight. Het tv-programma Vandaag Insight keert maandag terug met Johan Derksen. Dat meldt het AD. Ruim 2 weken was de show niet te zien na rel rond uitspraken van Derksen. Hij kwam onder vuur te liggen nadat hij in het programma had verteld dat hij zo'n 50 jaar geleden een kaars in een bewusteloze vrouw had gestoken. Ja, producent Talpa noemt het nieuws voorbarig, maar Johan Derksen weet het zeker. Komende maandag zit hij weer aan de stamtafel samen met Wilfried Gené en René van der Gijp. Verrassend, want 2 weken geleden stapte hij zelf op. Wat mij een beetje in het verkeerde keel schoot vanmiddag met de directie, dat ze zeiden, wij moeten oprecht onze excuses maken. Ja. En dan gaan hun bepalen hoe het verder gaat. Ja. Dan denk ik, ja, we zitten hier een examen excuses maken te doen. Lik me reet. Al dus Johan Derksen. Bij mij aan tafel Helene van Rooyen, Yassine Chandan, Lucille Werne en mijn wingman Rutger Kastrikum. Fijn dat jullie er zijn. 2 weken geleden, Yassine en Helene, zaten wij hier aan tafel. Het was de avond dat Johan wel of niet zijn excuses ging aanbieden. Vervolgens zei hij dus dit. En verdwenen ze van de buis 2 weken lang. Nou, nu dus het nieuws dat ze wellicht terugkeren. Johan zegt, ja, ik zit er maandag gewoon. Helene, verrast jou dit nieuws? Ja, eigenlijk wel, ja. Dit leek toch wel behoorlijk definitief. Zeker Johan. En de hele stemming was redelijk negatief. Dus nee, ik had toen niet verwacht dat ze, en zeker niet zo snel, weer terug zouden komen. Want hoe keek jij toen naar die uitzending die avond? Dat Angela de Jong zat daar. Ja. Als tafeldame zei echt tegen de heren, jullie zijn gewoon in je eigen mes gevallen. Ja. Maar hoe keek je naar die uitzending? Ja, ik vond die uitzending, dat heb ik al gezegd, ik vond dat hij duidelijk wel zijn excuses maakte. In die zin, hij legde heel duidelijk uit waar dat verhaal vandaan kwam, waarom hij het had verteld, hoe hij het bedoelde en hoe hij het niet bedoelde. En dat het helemaal fout was gegaan door al dat gelach en dat dat niet de bedoeling was. Dus hij zei heel duidelijk, dit heb ik heel fout aangepakt. Hij nam eigenlijk de totale schuld op zich. Van, ja. Dit is mijn schuld geweest en nu. Nou ja, hij zei, ik heb een uitgeleider gemaakt. Ja, hij zei wel echt, dit is echt mijn schuld geweest. En het was een enorme uitgeleider, zei hij ook. Ja, en Yassine, jij zat die week ook bij ze. Jij zat aan de bar. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook altijd een beruchte plek. Het is een moeilijke plek zeker, ook. Zeker. Ik als tafeldame bij hun aan tafel heb het soms makkelijker, want dan ben je een beetje one of them. Ja. Maar als je soms aan die bar zit, heb je natuurlijk een soort afstand. En jij kwam natuurlijk helemaal met een boodschap. Want jij wilde excuses horen van Johan. Ja. Dat ging anders. Dat liep ook heel stroef. Ja. Je hebt ook ongelooflijk veel haat-tweets gekregen en nare berichten. Ja, ja, heel veel inderdaad nare berichten. Maar ook wel heel veel steunbetuigingen, dat wel. Ja. Wat vind jij ervan dat ze maandag weer ik had het dus wel verwacht dat ze terug zouden keren. Het is een soort van ik vind het een beetje een soort van Turkse drama. Van, nee, we komen nooit meer terug. En eigenlijk weet je al dat ze terug gaan komen. En, is dat zo, ja? Dacht jij van, ze komen terug? Ja, zeker, zeker, zeker. Maar ik denk wel dat ze een goed gesprek hebben gehad met hen. Dat hoop ik tenminste. Want wat ik al eerder hier 2 weken geleden heb gezegd, want ik vind het zelf een heel mooi, leuk programma. Want ik ben ook altijd one of the guys. En zij zijn van ongezouten mening, ik ook. Maar op dat moment konden ze dat toch niet aan. Hij doet je ook denken aan jouw Turkse vader, toch? Ja, en opa, ja. Gewoon eigenlijk gewoon, weet je, van lik me reet. Ik ga geen excuus aanbieden. En ook wel, want ik vind, maar vond jij niet dat het... Nee, het was, heel nee, duidelijk zei nee, van, nee, dit was nooit de bedoeling van dit verhaal. Dat heeft hij toch heel duidelijk gezegd. Nee, maar eigenlijk ook al, kijk, hij wilde, wat hij aan ging stippen was dat mensen hypocriet zijn. Dat begrijp ik wel. Maar dit verhaal was gewoon nat dan op Nationaal TV. En daarna werd het overgenomen door de andere mannen. Want hoe groot is de kaars, hondpakknuppel. Mm. En toen ging het helemaal mis. En ik denk, als ze eerder excuses hadden aangeboden, was er niks aan de hand geweest. Maar nu hebben ze even op een reservebankje gezeten. Net als bij voetbal. En nu komen ze weer terug. Nou ja, hij heeft zichzelf op de reservebank. Maar vind je die reservebank lang genoeg? Want het is 2 weken, hè? Is dat lang genoeg? Lucille, jij de vraag. Wat vind jij ervan dat ze terugkeren maandag? Nou kijk, ik vind in de eerste plaats wel, op het moment dat je de camera op je gericht hebt, dan moet je wel weten wat je zegt, toch. En ik begrijp absoluut die voetbalkantine, dat begrijp ik. Want mensen kunnen er echt ongelooflijk door gekwetst zijn. Dat vind ik echt in de eerste plaats. Je moet gewoon echt weten dat mensen die kijken en die horen zo'n verhaal, die hebben zelf een ervaring, daar moet je je bewust van zijn. Maar ik vind niet dat een programma moet stoppen. Want ik vind echt dat het geluid
hè, van Johan Derksen en van... niet Veronica en Saïd, maar hoe heet Vandaag in Saïd. Vandaag in Saïd. Maar dat neem je niet kwalijk, want die titel is 30 jaar veranderd. Die veranderen continu van naam. Ik vind wel dat het geluid mag wel vertegenwoordigd zijn. Ja. Omdat... hun geluid bedoel je daarmee? Ja, hun geluid. Ja. Omdat er ook mensen zijn die dit geluid willen horen. Ja. En ik denk ook dat op het moment dat je in dergelijke programma's deze discussie hebt, dat dat ook wel kan zorgen voor verandering. Want iedere verandering, voorafgaand is die discussie dan altijd belangrijk. Dus jij vindt eigenlijk dat dit hele incident ook iets heeft opgeleverd? Uiteindelijk? Nou, ik denk wel dat we er veel meer over zijn gaan praten. Maar dat kan dat je wel sowieso. Zeggen. Ja. En dat, kijk, ik zeg niet dat dat het positieve is, want het is natuurlijk afschuwelijk. Grensoverschrijdend gedrag is echt afschuwelijk. En daar moeten we ons allemaal van bewust zijn. Maar ik vind niet dat je een programma daarvoor moet cancelen. Dat vind ik niet. Maar je moet wel je verantwoordelijkheid nemen als rolmodel. Want er zijn, hij heeft heel veel... zijn fanbase is groot, ik heb dat gemerkt. En er zijn gewoon jonge mannen die daarnaar kijken. En dat vind ik dus kwalijk. Als je bekend bent... Laat hij even punt maken. Ja. Dus ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid hebt als rolmodel wat je zegt op Nationaal TV. Ja, en zeker over zoiets wat heel, heel kwetsbaar is. Ja, het is heel kwetsbaar, maar... Ja. Ik heb er ook al veel over gezegd en ik heb heel veel reacties gehad. Ook al haatreacties? Grappig genoeg, alleen maar positief. Nou, op een haar na alleen maar positief. Okay. En ook van heel veel vrouwen. Ook van vrouwen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, misbruikt zijn, incest. En die echt oprecht zeiden, wat een gezeur. Wat een gezeur is dit, waarmee ik niet wil zeggen dat andere mensen niet gekwetst kunnen worden. Maar dat neemt toch niet weg dat de andere mensen inderdaad gekwetst zijn? Nee, maar wat ik wil zeggen... Altijd kan er iemand gekwetst worden door elk gesprek. Dat is een beetje natuurlijk het lastige. En dat is ook de lijn waarop zij zich begeven. Maar je kunt niet zeggen, alle vrouwen zijn gekwetst door dit. Of alle vrouwen zijn nu beledigd door dat. Sommigen wel, sommigen niet. En wat de een als kwetsend ervaart, vindt de ander. Maar heel even. Een grap. En dat vind ik een beetje het lastige met de hele tijd... inderdaad, dat cancelen of dat iedereen er zo hard maar in... Maar Helene, jij bent toch ook met me eens dat het gewoon... of dat het gewoon net te ver ging? Ik bedoel, je kan alles zeggen wat je wil, maar je kan... Dit was gewoon toch gewoon als, net als dit, als dit waar was, is het niet slim. Dat weten omdat, we niet. Nou, dat weten we niet. Er heeft zich volgens mij nog niemand gemeld bij het OM. Maar voordat we die discussie maar, weer maar verzonden... Maar dat maakt ook niet uit. Nee. Het maakt ook niet uit. Hij gaf het als voorbeeld van we doen allemaal wel iets waar we... ons achteraf voor schamen. En dat was het voorbeeld. En waar die kaars nou stond, nou, en dat, we dat Johan vergeten. Op de blaren moet zitten, dat mogen duidelijk zijn. Want de theatertours zijn gecanceld. Sponsoren hebben zich teruggetrokken. Hij heeft natuurlijk nu 2 weken is hij niet op zender geweest. Oké. Okay. Maar Rutger, jij? Want, hoe kijk jij hiernaar? Wat vind jij ervan dat zij maandag weer terugkomen? Ik vind dat het beste nieuws van de dag. En dat is vooral omdat het een programma is... dat, denk ik, van alle talkshows in Nederland... nu niet voor niets het meest scoort... het is een geluid waar mensen zich, het grootste gedeelte van Nederland... zich denk ik bij aangesloten voelt. En dan heb ik het natuurlijk niet over dit incident en niet over dit verhaal. Wat onhandig was, wat stom was, dat heeft hij ook gezegd. Ja, in mijn optiek moet je programma's hebben in Nederland... die ook ruimte laten voor fouten. En op het moment dat mensen geen fouten kunnen maken... en dan gaat het niet over grensoverschrijdend gedrag uiteraard... maar dan gaat het over een verhaal vertellen... wat een beetje jezelf een beetje uit zijn verband rukt... wat dan anders blijkt te zijn achteraf. Maar heel... je kan eigenlijk de nuance niet meer erin aanbrengen... want dan ben je al van de buis. Maar kijk, het was uiteindelijk wel een eigen beslissing om van de buis te gaan, hè? Nou... ja, dat kun je zo stellen. Aan de andere kant, Johan heeft geloof ik op de dag daarna... alles is die verloren. Ja. Alles is die kwijtgeraakt. Ja, ik begrijp wel dat er op een gegeven moment iets in zo'n kopje ontstaat... dat je denkt, ja, wat moet ik hier? Ja. Waarom zit ik hier? Ik voel daar wel in mee. Ik hoorde Thijs van den Brink vanavond op Radio 1 in een interview met jou ook, hè, Yassine, maar ook met Tina Nijkamp, voormalige SBS6-baas. Hoorde ik hem zeggen, Thijs, het is nog onder het OM... En ze gaan er alweer zitten maandag. Helene, daar ben jij ook heel uitgesproken over. Hè? Want het OM wil onderzoek doen naar de vrouw voor wie dit is overkomen. Ja, ze hebben opgeroepen, herkent u zich in het verhaal? Doe dan aangifte en meld u zich bij ons. Ik vind dat echt... Nee, volgens mij is het niet gedaan. Ik vind dat echt heel kwalijk. En ik heb ook een reactie gehad van een politieman... die al 20 jaar in Amsterdam zedenzaken doet. Ja, ik ook, en die zei van... Jongens,
dit is zo'n afleidingsmanoeuvre. Ja. Er zijn zoveel bekende daders. En dat dus niet bekende Nederlanders, maar bekende daders. Want niet alle daders zijn bekende Nederlanders. Dat moeten we intussen ook maar bijna gaan bedenken. Ja. Niet allemaal. Het scheelt niet veel. Scheelt niet veel. Het is 50-50. Het is 50-50. Maar die zaken liggen daar. En daar maalt niemand om. En daar maakt niemand goede sier mee. En die vond dat echt heel kwalijk. Dat dan zo door het OM voor de bühne wordt gezegd. We gaan dit onderzoeken. De kaars tot op de bodem. Er zijn dus heel veel zaken die gewoon nu stil liggen. Waarbij er echt nood aan de man is. Waarbij mensen echt... En die zien dan dat er wordt ingaan eigenlijk op een mediarel. Ja, ik zou daar maar ook, het is niet echt een mediarel. Kijk, wat positieve is, is we kunnen erover praten. Dat is toch goed? Ja, dan kunnen we er niet praten. Over praten. Er wordt iemand gelijk weg gehoond. Nee, maar niemand zegt dat cancelen goed is. Ik heb het puur over dat we hierna, na het incident, praten we erover. En dat vind ik wel positief. Wie heeft er nou serieus... Dus ik noem het geen mediarel. Ik zou daar met Johan over... Wie heeft er nou serieus gedacht... Johan Derksen is mijn rolmodel. Ik ga voortaan kaarsen in vrouwen steken. Ik denk echt niemand... Niemand. Dus het gaat om het verhaal. Ja, maar grensoverschrijdend gedrag is prima. Want die vrouwen waren bewusteloos. Dat staat toch ook al jaren op de agenda? Dat is toch niet dat we daar vrouwen waren bewusteloos. Ik heb liever iemand die dan zegt, ik ga gewoon zorgen voor die vrouwen. Maar wat verwachten jullie dan maandag van Johan Derksen en van het programma zelf? Verwachten jullie weer opnieuw excuses? Of is het gewoon weer de waan van de dag en we gaan door? Ja, ik vind... de excuses die jij ook vroeg... het is allemaal ook zo symbool... Symboolpolitiek. Ja, zei hij zelf volgens mij ook. En dat voelde ik ook wel met hem mee. Laat ik het anders... Eigenlijk de woorden die maar hij... Maar wat verwachten jullie dan maandag? Okay, ik vond maandag, eigenlijk wat de woorden die jullie? Hij gebruikte... misschien nog wel meer zeggen dan dat hij het woord excuses zou zeggen. En dan te hameren op excuses... Geen woorden, maar daar de verhaal. Ik vind het eigenlijk voorbijgaan aan wat hij eigenlijk zegt. Daar wordt eigenlijk niet eens naar geluisterd. Nee, we willen excuses. Ja. En anders moet je wegwezen. En ik vind het fout. Ja, nou dat wegwezen gaat waarschijnlijk niet door. Want vanaf maandag kunnen we dus weer misschien wel weer van Johan en de mannen gaan genieten. En dat ziet er natuurlijk als volgt uit. Romke, of hoe heet hij? Epke. Familie van Romke, ja. Het is geen sport. Acrobatiek is voor Cirque du Soleil. Ja, maar Johan, dit is een Olympische sport is dit. Ja, maar ik vind het geen sport als een volwassen man koppeltje duikelt als een rek. Ik ben weg bij D66. Echt waar? Ik ga niet met een aangeklede etalage popje zo, die als een robot lult. Harry Potter is dit, toch of niet? Dat is het debiele broertje van Pechtold. Het is toch dat Amsterdamse, weet je wel, de Volkskrant, Studio Sport, Matthijs. Het wordt zo kliekerig. Ja, Studio Sport zit in Hilversum hier, hè? Gewoon. Jawel, ja. Maar dat komt allemaal uit Amsterdam, hè, dat programma. Oh ja, ze komen allemaal uit Amsterdam, ja. Kijk, dit is een van die momenten dat kan die voortanden wel uit je bek staan. Heb jij ooit in een zwembroek op de wildwaterbaan gezeten? Ik zit midden op die baan en ik glij niet verder. En daar zat ik dan met zo'n heel bad. Ja. En achter mij een kind. 1, 2, 3, 4. Zo. Dus ik aan dat ding trekken zo. Maar en? Ja, nee, daar word je zweetend wakker van als je daaraan denkt. Ja. Ja, maandagavond waarschijnlijk weer terug. We gaan het zien. Ik dank de gast aan tafel voor jullie bijdrage. Dank jullie wel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.